Wij staan er voor jou, Laurens. Wij gaan u ondersteunen. Ja, ik zat er helemaal niet alleen voor. Hè. Dank u wel. Zeg, kunnen wij u tijdens de koers ook steunen? Tactisch of zo? Ja. Gewoon de voorsprong af en toe een keer roepen, dan ze hebben, dat is wel handig. Ik ben rechtshandig, dus ook bidons en bevoorrading worden altijd rechts aangenomen. Dus rechts zie je wel het meeste gebeuren. Dit is de Mobilo. Prachtig. Anders even tonen wat er allemaal te zien is. Voilà, wees welkom. Jongens, hoe gaan we het aanpakken vandaag? Wel, Laurens, ik ken het parcours een beetje. Dus we beginnen direct met kasseitjes. Dan is het constant bergop en bergaf. Dus er zitten weinig vlakke stukken tussen. Warm weer vandaag. Hallo? Zal ik het dan ook kopen? Oeh, ze is moeilijk. Hey, nu een keer dat Noora naar de koers gaat. De eerste keer. Helemaal. Bochtig, dus als een vluchter is dat ideaal, want ze zien je niet rijden. Je kunt zo uit het zicht blijven. En daarna, dan is het sterven op de Tervurenlaan. Dus één lange trok en dan een bocht van 90 graden. Oké, ça va. Maar je gaat de sprint niet afwachten, toch? Zeker niet. Dat is natuurlijk ook te zien wie dat er mee is van voor. Femke doet dat al heel zijn carrière. Van bij de belofte. Ja. Dus jullie leerden elkaar kennen en hij werd direct Belgisch kampioen bij de belofte daarna. Ja. Ik zie tegen haar, ik zeg als ik vandaag win, dan blijf je bij mij slapen. Van de Brugge geleerd. Ik heb toen 50 kilometer solo gereden, meer dan een minuut voorsprong. En vanaf die dag is ze altijd blijven slapen, dus Ola. Dat is wel mooi. Eén speltje kwijt, maar ik zit er goed op. Ik ga met een pro-prop laten rijden en in de finale ga ik het gewoon afmaken. Kom aan, waar is het voor u? Zo, opgelost. We kijken nog eens naar de samenstelling. De Vuist, de Gent, de Haas, Roelands. Het gaat erop bij de mensen van de schriftvormer. Ah, nu een beetje vertraagd. We gaan ze alle 25 kunnen noemen. Van der Zanden, Vervaken, Keizer van Keersbulk. Dat zijn de twee van Quickstep. We gaan ze allemaal afgaan, stuk voor stuk. Dan Capiot, De Ketelen, Teunsen, Van Hekken. Dat zijn de mannen van Topsport van André Balois. Ze hebben ook Van Lerbergen mee. De Vriend is erbij, Gijzelink, Wijnands. Als enige van de ploeg Lotto.nl. Chevalier, De Winter, Dernies, Habo. Dat zijn de mannen van de Wallonie, Bruxelles. En dan slaan we weer een bladzijde om. En dan gaan we eens kijken naar... Rob Petersen, Wout van Aert van Vastgoedservice. Klaas van Tornhout, Belgisch kampioen cross. En Dieter Zweek, de broer van Laurens. En dan hebben we ook nog Xandro Muris. Loopt het blijkbaar ook niet bijna samen, maar een vijftal seconden. En het verschil voor 20 renners. En het zal gewoon aan dit jaar zal er heel veel Lotto's soldaten op boord. Die komt vooraan en die maken tempo. Heel veel. Ga maar, joh!
Laurens Drenker rechts. Nu reed hij bij Astana. Kijk! Ja, kijk! Hallo! Ja! Die dit jaar meedoet of meedeed aan de ronde van Azerbeidzjan, waar Baku ligt. Baku dat vanwege de Europese Spelen druk in het nieuws gekomen is. De voorsprong van die 25 is 3 minuten en 2 seconden. Dat is ooit dik 7 minuten geweest. We gaan maar eens kijken hier achteraan in het peloton. En wie komen we daar tegen? Dat is Dieter Zwick. Dus we zitten in de kopgroep. We zitten daar aan het spoor van Klaas van Tornhout. En daarvoor zien we een van de talrijke mannen van Topsport veranderen. Paloise. En dat is Bert van Lerbergen. Die nogal luidruchtig blijkt te zijn in zijn ploeg. En vandaar, ik zeg het zoals ik het hier voorgeschoten krijg, in de schoot van de ploeg de brulaap genoemd wordt. Nou, zo ken ik Bert niet. 3 minuten en 2 seconden. Daar zit natuurlijk schoon volk bij. We hebben de Buis, de Gent, de Haas, Jurgen Roelands, Tosh van der Zanden. Ook Maarten Wijnands. Dus dat zijn toch jongens die een stukje kunnen hardrijden. Ik zou ze durven zeggen, bijna een derde, misschien wel de helft van het kruin van onze koers zit vooraan in dat groepje van 25. Ja, maar het probleem is dan in welke rol zitten ze daar? Hè? Moeten ze werken? Meer ijzel zijn, eten, drinken, ja. Bord liggen eten van een ander. Ja, dat klopt, maar dan zijn ze achteraan aan bezig. Het was hoeveel geweest maximaal? Zeven minuten. Hè? Kijk, het is nog 3 minuten. Waar hebben ze nu de grootste jasjes uitgedaan, de dikste? Beiden, zowel hier achteraan als vooraan degenen die gereden hebben. Er zijn er een paar bij, dus dan moeten we toch denken aan Teuns en vooral aan Jurgen Roelands die zich mogen sparen hebben. De rest zijn allemaal mannen die op een of andere manier moeten meerijden hebben. Het zij van moeten of het zij niet gereden van niet beter kunnen. Of het zij misschien zich mogen sparen. En dat gaan we straks zien diep in de finale. Ik ben benieuwd hoeveel er van die koproep nog gaan overblijven. Ik schakel nu eens even terug naar Eddy Plankaert die wellicht nu zijn curryworst aan het eten is. Die zei van, je zit altijd beter in zo'n peloton, want daar word je meegezogen. En vooraan moet je toch eens even je beurt doen. Ja, niet even je beurt doen, inderdaad. Dat zou kunnen. Maar belangrijk is dan toch wel vooraan. Ze rijden heel snel tempo. Hè. Veel belangrijker. Ze rijden van voor en van achter 44 per uur. Ja, dat is het dan juist. Dus ze gaan slijtage, is er zeker aanwezig. Dus wanneer we straks 10 ronden voorbij zijn, 180 kilometer, of we zijn op een 50 kilometer van het eind, ja, dan gaan we toch nog gelijk andere renners zien doen. Allee, kom aan, Wallace! Kom aan, Wallace! Yes! Goh ja, maar Teuns gaat nog geen meter gereden hebben. Hè. Teuns yep. Gaat... ja, een kas volledig moeten leegrijden. Maar op een duur geraakt het bij die mannen ook op. En dan, ja, wat dan? Hè? Dan moeten de kopmannen toch zelf beginnen. Lotto blijft in elk geval nervositeit zaaien. Bepalen hier de temp veel. En het is toch te vroeg om daar nu over te oordelen. Renaat.
Ja, de volgende die voorin tempo niet kan volgen is Rob Peters, de veldrijder die ervan tussen moet. En die kopgroep is nu in verschillende stukken en brokken gebroken. Een groepje daar vooraan, dan een eenzaad ertussen, dat is van Kersbulk. En dan hier achteraan een groepje met onder meer van Tornhout en ook Thomas de Gent. Ja, je voelt dat de man... omgeving liggen er, hè? Ja, er liggen er, maar ze hebben ze niet gebruikt. Ze hebben geopteerd voor een normale weg en geen kasseien, wat op zich eigenlijk niet nodig is. Nee, vind ik niet. Nee. Niet nodig, Renat. Ja, op drie na laatste beklimming van de Horenberg. En dan is het Tosh van der Zanden die het tempo bepaalt. Terwijl Roelands hier achteraan eraan hangt. Van Hekken, derde positie, winnaar van de Sint-Eloysprijs. Hij schuift op naar een tweede stek voorbij de Haas. Ja, Van Hekken is goed hoor. En die springt op alles wat beweegt hier in de kopgroepen. Die wedstrijd, dat was dinsdag in Ruddervoorde, regionale wedstrijd. En van Kersbulk heeft hij nu lastig. Habo moet er even af. Roelands gaat nu aanzetten. Roelands, het kopgroepje spat uiteen. En dan vraag ik me af of hier nog veel op zit bij de rest. Want hier wordt nu voornamelijk geloerd door Van Aert, Teuns en Co. Er zijn kliederaars op het wegdek die verschrikkelijk slecht geïnspireerd zijn. Van de Zanden zag je daar net met een meewarig hoofdbeweging. Ja, dat draait niet rond. Hè. Dat draait niet rond. Roelands dus is een van de betere. Van Hekken die meegaat. De wind daar toch wel, kijk, we zien die vlaggen daarboven bewegen. Dus de wind staat er toch wel. Ze zijn ook daar weer. Ja, ja, ja. Dus er is wind. En na 250 kilometer waait hij alsmaar meer en meer. Van Hekken kan dat, hè? In zo'n wedstrijd van 250 kilometer heel lang meegaan en zich eigenlijk voor pleuris rijden. Ik denk aan die ene ronde van Vlaanderen toen hij ingelopen werd, vrij laat hoor. Ik dacht daar nog Serie te herkennen. Ja, maar die heeft ook al gewerkt. Dat is niet veel meer, hè? Die heeft ook al gewerkt. Veel meer, hè? Nee. Die hebben allemaal gewerkt, hè? Die twee vooraan zijn blijkbaar niet te beteren. Je moet hier nog een gat van 253 dichtknallen op deze jongen vooral, hè? Op Roelands, die als Neo kampioen werd van zijn land in knokken in, wanneer was het, 2008. Ja. De buis, de Haas Keijsen van Kersbulk. Dan zitten we bij de achtervolgers, dan hebben ze nog niet allemaal. A. Teuns is er nog bij, Habo en Van Aert. Stijn Steels met daarbij Nicolas Maas in het wiel. Een andermaal moet het werk daar opgeknapt worden om het gaatje te dichten door de jonge Teuns uit Halem. Maar dit is allemaal extra in orde voor de vlucht, hè? Ja, Bonen begint te panikeren. Er zit niet veel in. Pieter Jacobs die mee inschuift. Vermoten mee laten babbelen en spreken. Wat gaan we doen? Weer een sprongetje. Ik denk rijden. Maar het is het trottoir op. Of het overleggen met Wilfried Peters, wat moeten we doen? Gaan we iedereen opofferen? Wat wil je zeggen? Wel, wat ze met Prebe kunnen doen is laten meereizen. Gaan er toch vooraan Tosh van der Zanden volledig het pleuris laten rijden. Gaan ze toch volledig laten kapot rijden. Is hij tweede? Is hij tweede? En dat kan hem altijd de laatste ronde gewoon in het wiel proberen blijven van Roelands. En dat weten we nooit natuurlijk. Als ze dan van achteruit toch mannen proberen terug te komen en Roelands moet echt vol gaan. En dan kan je de boel een klein beetje onder druk zetten, een beetje pokeren. Hij rijdt hier in elk geval nog vol mee. Ja, ja. Maar daar komt Roelands weer en daar straalt dan zoveel kracht van uit. Maar dat had je dus ook in Gent-Wevelgem. Maar toen in die weersomstandigheden was dat gewoon onmogelijk na een solo van 60 kilometer om dat bol te werken. Ik zag hem ook en toen kreeg je echt een soort van vrijgeleide en heeft dat zelf afgedwongen in Parijs-Roubaix. Maar toen knalde hij wel zeer snel tegen de muur aan. Ja, kwam hij zichzelf tegen. Hier misschien iets voorzichtiger, alhoewel het is tegen een Belgisch peloton, hè. Dat hebben we al een paar keer gezegd. Dat ligt toch altijd anders dan wanneer er internationale ploegen zijn. Het niveau is minder, maar...
Nee, maar je hebt, wat je nu dan hebt, dat is dat je, anders heb je 6, 7, 8 ploegen die het werk moeten opknappen. En nu heb je 2 ploegen die het werk moeten opknappen, of 3. Kijk, Van Keersbulk zit hier nu te rijden en zou eigenlijk beter zichzelf laten inlopen, vind ik. En in het peloton gaan rijden. Ik zit me af te vragen of ook jouw theorie voor Van Nekke kan kloppen. Maar de grootste kandidaat voor winst op dit ogenblik bij Topsport Vlaanderen Baloise is Teuns. En die zou je moeten vooraan krijgen. Ja, maar die moet vooraan komen. Maar hoe ver zitten die mannen voorlopig achter? Te ver, 51 seconden. Voilà, daar is het hem juist. 45 wordt daar gezegd, maar ik dacht hier bij het overschrijden 51. Het is eigenlijk wel jammer dat Teuns net dat bruggetje niet kon maken. He, tot 2 keer toe. Ja, maar dan was er inspanning te veel. En dan kom je mee vooraan. En dan heb je daar een koppeltje. En dan gaat het ook wel even anders denken worden. He. Dan gaat ook Roelands even nadenken van, ja, moet ik die meepakken? Over de 200 nog niet. Ik zeg wel nog niet. Dan hebben we helemaal achteraan Tom Meeuwsen. Maar Ties Benoot heeft gisteren examen afgelegd. Ties Benoot studeert toegepaste economische wetenschappen. Wil zich daar niet. Dus waren ze daar nog met 7. Of zijn ze nu nog potentieel met 7? Met 7, ja. Van Keersbulk nog maar eens zeggen. Ik denk Tosh die gaat problemen hebben om de volgende horen. Dit parcours mag eigenlijk niet geleden hebben. Moet dit parcours makkelijk aankunnen. Kan ons solo rijden. Is iemand die bovenop de Horenberg echt kan doorrijden tot de aankomstlijn. Dat klopt. Maar is die Horenberg dan lang genoeg? Arme Tosh, neem nu afscheid, maar proficiat, jongen. Wat een wedstrijd, zeg. Meer kun je van een renner niet verwachten. Nog heel vinnig zat te kijken, Sean de Pie. Heb je dat filmpje gezien? In de reeks rond die 4 jonge renners. Jonge benen. De fotoboeken van vader de Pie. Ja. Van Eddie. Ja, dat heb ik gezien. En ook toch de... Mooi toch? Ja, en wat ik me afvraag. Ik denk dat hij er een stuk of 15 boven haalde. Ja, van die fotoplakboeken. En hij zei van, moet ik er nog meer? Ja, het is toch nog heel ver hoor. Niet iets minder dan 25 kilometer. Wat zeg je dan met nog Lekka? Weer bij hem. De Vreese zit erbij met Van Avermaat. Dan zien we Hermans. Dan kijken we naar De Klerk. En dan gaan ze naar de bevoorrading. Dan moet... Van de andere ploegen wilde hem een bus toereiken. Het doet me denken aan het beeld van Cancellara. En daar stopt dan ook de vergelijking. 7,48 seconden toch in die wel. Ene ronde van Vlaanderen. Ja, klopt. Maar die er dan waar Cancellara op weg was met Chavannes. Die er aan ten onder ging op de muur, op de aanloop naar maar de muur. Maar wel nog meer. Ties Benoot. Ja. Examen of geen examen gisteren. Meedoen. Wel sterk.
Sterk nummer, Kim. Het is de op één na laatste keer dat ze hier aan de streep voorbij komen. Ze hebben dat ondertussen al 12 keer gedaan. Het is een 13e passage in een vlucht, in een megavlucht. Vooral getekend Roelands. En dan kijken we hier vanuit dat peloton dat er nu nog zit, waar we zeker aanvallen gaan krijgen van de klasse. Maar je zei voor deze drie man, verwacht je dat hier iemand op de Horenberg gaat wegrijden naar de kop? Nee. Voor deze mannen, wat groot, hè? Deze mannen voorop blijven. Maar dan moet iemand vanuit het peloton de sprong naar deze drie maken. Dat gaat zeker gebeuren. Maar het is vooral een kwestie van voorop blijven. Het is gegeven dat deze koers afgehaspeld is, toch heel lang. De laatste tijd hebben we daar weinig info over gekregen. Met een gemiddelde snelheid van 44. Hè? 44 bij hoge temperaturen en op een... pittig park. Trevelig. Hier komt de Spouwels. Ja, motor hier, probleem. Moeten ze even in de remmen. Ja. En dan moet hij weer zijn stuur de helft vanaf. En daar komt Van Avermaat. Die wordt gelanceerd door Ben Hermans. En hier gaat Van Avermaat met Bonen mee. Bonen die zich heel diep moet buigen van Marken. Leukemans zit daar wat verderop. Ties Benoot wil ook een inspanning leveren nog mee te gaan. Hermans geeft nog niet af. Van Avermaat rijdt Bonen er niet meteen uit. En neemt een kleine lengte. Wie Bonen zet gaat neer? Mee. Bonen gaat mee. Van Marken is ook mee. Dat zijn de grote drie. Komt er nog een vierde bij. Van Avermaat kan die nog even doortrekken. Bonen zit aan het wiel. En wat gaan ze nu doen? Gaan ze naar elkaar kijken? Ook Leukemans is mee. En dan komt de Busseren. Oh, lala. Dat is de Busseren. Dat is de Busseren. En dat weet Van Avermaat. Van Greg Van Avermaat. Het is Van Marken die dan gaat reageren, maar daar zit heel, heel veel op. De reactie kwam laat. Ik denk dat Van Avermaat nu zijn ultieme troef in het vuur gooit. Op het stuk van de Volder is dat hij dat probeert. Van Marken die smeekt om hulp. Daar wordt nu heel even gewacht. Van Avermaat heeft een lengte of 12. Het is Leukemans die schoorvoetend probeert dat gaatje te dicht te houden. Nu de benen stil. Hier is de kans voor Van Avermaat. Moet nog wel dat gat dichten. 9 seconden heeft dat doel voor zich. En op die lange steenwegen kan hij gebruik maken van dit mikpunt. Ja, ik kom bij deze mannen kan bijkomen. Het is hier altijd op en af. Dus misschien in één sprong te proberen voorbijrijden. Want met die mannen naar de finish in het wielrijden is ook niet echt een optie. Dus het is Jan, zoals hij gezegd heeft deze week, alles of niets. Daar is hij al. Daar moet hij de bocht uitkomen. Laten we hopen dat hij recht blijft. Spannend is het wel. 7 seconden. Dan net 6. Daar achter Van Avermaat, die zich nog eens relanceert. Nog eens op dat grote mes doortrekt.
op 9 kilometer van het einde. Wat is dat een fantastisch kampioenschap, zeg Renaat. Ja, en weer een reactie van Marken nu. En dat is dan de reactie waar wat meer op zit dan daarnet. Het moet ook hoor, want Van Avermaet is natuurlijk als een pijl uit een boog vertrokken van Marken. En dan is het Balais die mee is voor Topsport Vlaanderen. En de rest zit daar... Nou, Van Marken wil van een oponthoud, een stilte gebruik maken. Relatieve stilte natuurlijk. Er Van Avermaet die uit de bocht komt. 14 seconden, verliest terrein. Kijkt om, veegt teken. 8 seconden. Nerveuze mensen, overal nerveuze mensen. Roelands nu ook omkijken, het deed hij. Want gezien de bezetting was hij de favoriet, de bezetting van de kopgroep. Hij gaat in elk geval nog altijd vinnig door. Ja, zoals ik zei, net al met die kleine versnelling van Avermaet gaat er niet komen, denk ik. Kunnen wiskomen met de reden daar aan de bocht. Daar rijden de twee, tak. Witte streep. Reben. Maar daar krijgen we geen beeld van natuurlijk. Nee. Ja, trek nog eens op. Trek nog eens op en Van Hekken speelt het heel, heel cool. Preben van Hekken. Te spelen. Doet het als een pistier. Roelands vangt hem uitstekend op. 2008 in Knokke. En nu hier in Tervuren. Is lang wachten. Maar het gaat natuurlijk bergop. Het gaat natuurlijk bergop. Gaat er mee op de wandel. Gaat er mee op de wandel. En Van Hekken gaat erover. Van Hekken gaat erover. Preben Van Hekken gaat kampioen worden. Preben Van Hekken is de verrassende kampioen van België hier in Tervuren. Roelands is tweede. En Van Avermaet is derde. Onwaarschijnlijke ontknoping. Moeder gods. Van Avermaet op 3. En is het Biel die vierde geworden is? Jawel, is Biel dat, op 4. Is dat de Bie? En hier Jean de Bie. Inderdaad. De Bie. En Gijs van Hoek. Ja. Van Hekken, je zag aan het gebaar van Roelands. Eén keer toen het bergop begon te lopen, dat hij op de wandel ging, dat dat zijn laatste manoeuvre was. En dat Van Hekken er nog over kwam. Hij ging er heel ver mee weg, maar ging dan naar het einde toe. Op een meter van de drang, ging hij dan toch wel. Beslissen van ja, dit kan niet, dit mag ik niet doen. Ja, dat mag je. Ik moet het zo wel stellen. Als de bekroning van een carrière beschouwen, Van Hekken. Wel, 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 wel. Ja, in een goede dag. Het is Jandori 3 jaar geleden dat hij nog een koers gewonnen heeft. En ja, dit moet verscheurend zijn. Ja, dan krijg je de kans. Dan krijg je de kans. Wellicht een hele dag. Heeft die opleidingsploeg gezien het voorjaar, ik heb het over Topsport Vlaanderen-Baloise, zo'n titel niet gestolen? Nee, zeker na een wedstrijd als vandaag, koers gecontroleerd, mee. Ze zijn eigenlijk kamp. En Jutti, die jonge mannen, als ze wat tekenen van ja, gemoedelijkheid, luiheid.